Welkom bij Profielkeuzeverlichting NLT. Nieuw vak en het is wel prettig dat je iets weet over het vak, want ja, als je er niet zoveel weet is het ook lastig om ervoor te kiezen. We kunnen het niet live doen, dus daarom is er voor gekozen om er een filmpje van te maken. En we hopen dat je aan het einde van het filmpje een idee hebt, oké, wat houdt NLT nou in als ik dat kies voor 3 jaar? Wat komt er allemaal aan bod? Waarom zou ik het moeten kiezen? Of waarom word ik er misschien niet gelukkig van en is het niet voor mij? Nou, die afweging proberen we je een beetje bij te helpen. Mijn naam is De Vries. Ik geef natuurkunde en NLT dus. En ik praat dit verhaal een beetje aan elkaar. De andere docenten zul je dit filmpje ook zien. Ik begin eventjes met een pleidooi voor de wetenschap. Waarschijnlijk weet je aan de rechterkant dat dit mevrouw Kardashian is. En aan de linkerkant zul je misschien niet iedereen kennen. Einstein is bekend, meneer Hawking, meneer Tesla. Misschien ken je ook nog wel een paar andere namen. Mevrouw Curie. Maar wie dit is, dat weet je misschien niet. Terwijl meneer Freud toch wel belangrijk was voor onze wereld. Net zoals meneer Darwin. Nou, wat is de achtergrond hiervan? Als je goed naar de wereld wil kijken, dan hebben we niet altijd wat aan onze intuïtie. Die kennis komt niet vanzelf in hapklare blokken aan. En daar hebben we de wetenschap voor nodig. Om de wetenschap goed te bestuderen, heb je mensen nodig die heel secuur in een onderwerp duiken. Dat je weet waar je over praat. Dat je je verdiept ergens hebt. En daar hebben we de wetenschap voor nodig. Dat is ons beste middel daarvoor om daar netjes naar te kijken. Zo netjes mogelijk naar te kijken. Zo onbevoordeeld mogelijk naar te kijken. Met NLT krijg je een kans om beter te weten waar je over praat. Om meer onderwijs te krijgen, meer beta-onderwijs. Dus grijp die kans, zodat jij iemand bent die weet waar die over praat. Ja, en of het terecht is dat aan de linkerkant wat mensen minder bekend zijn dan de rechterkant. Ja, die conclusie laat ik aan jullie. Oké, even om in het kader te plaatsen. Dit plaatje hebben we waarschijnlijk wel eens gezien. Je kiest een natuurprofiel als je NLT wil doen. En daar is NLT een keuzevak in. Of een natuur- en techniekprofiel. Je ziet aan het getal hier, het aantal studielusturen, hoeveel plezier je daarin hebt in 3 jaar. Dat het vergelijkbaar is met de andere vakken. En wat krijg je nou langs? Nou, NLT is opgedeeld in onderwerpen. Een moeilijk woord voor onderwerp is module. En die hoort niet bij één vak. En dat is ook niet zo gek. Het zijn combinaties van vakken. Want de natuur, ja, je moet bedenken, natuurkunde, biologie, scheikunde, aardrijkskunde en wiskunde, dat zijn naampjes die wij hebben verzonnen. En de natuur is gewoon de natuur. Dus als jij wil begrijpen hoe iets, een stof in je lichaam vervoerd wordt en uiteindelijk ergens door opgenomen wordt. Ja, dat is biologie, want het heeft met je menselijk lichaam te maken. Maar hoe dat wordt opgenomen, dat is scheikunde. En hoe die stof vervoerd wordt en hoe je spieren samentrekken, dat is weer natuurkunde. En als je dat netjes wil beschrijven, heb je toch echt de taal van de natuurkunde nodig, een beetje wiskunde. En dan zijn het dus al die vakken tegelijkertijd die je nodig hebt. NLT is extra beta. Extra beta-onderwijs, je weet meer dan anderen. Want je hebt net wat meer natuurkunde gehad. Je hebt net wat meer biologie gehad. Je hebt net wat meer scheikunde gehad. Ja, dat biedt ook een hoop voordelen. Een mooie kerst erop. NLT is bij ons op school opgedeeld in 3 leerjaren. Dat zal je niet verbazen. Maar we hebben er ook een beetje 3 verschillende vakken van gemaakt. Dat ligt eraan dat je in de 4e klas een scheikundedocent hebt, meneer Evers. In de 5e klas heb je mij voor natuurkunde. En in de 6e klas biologisch gerichte onderwerp van meneer Koch. Nou, het lijkt me handiger als docenten zelf een beetje aan het woord gaan. Dus eerst zal meneer Evers wat vertellen over de onderwerpen forensisch onderzoek, schat je risico en rijden onder invloed. Daarna kom ik langs met natuurkundige onderwerpen en daarna meneer Koch, waarna ik het weer eventjes afsluit. In de 4e klas bestaat NLT uit 3 modules. Schat je risico, rijden onder invloed en forensisch onderzoek. In die eerste module, schat je risico, ga je kijken wanneer een stof giftig is. Vorig jaar hebben leerlingen bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar blauwe M&M's. In die blauwe M&M's zit een kleurstof die giftig kan zijn. Maar of het giftig is, dat hangt af van de hoeveelheid van die kleurstof. In een practicum hebben leerlingen zelf onderzoek gedaan om te bepalen hoeveel kleurstof er in de M&M zit. En op het internet zijn leerlingen op zoek gegaan naar ander onderzoek
om te achterhalen wat de hoeveelheid kleurstof zegt over de giftigheid. De tweede module heet Rijden onder invloed. En daarbij kijk je naar de invloed van alcohol op het verkeer en verkeersongelukken. Je leert bijvoorbeeld meer over je hersenen en de cellen en de moleculen in je hersenen. En vorig jaar hebben leerlingen een experiment gedaan om te kijken wat er gebeurt als je plotseling moet remmen op de fiets. En ze hebben onderzocht wat de invloed van de straat is, of dat het fietspad nat is of niet, op de afstand die het kost om te remmen. De derde module heet forensisch onderzoek. En daarin moet je zelf een moordzaak oplossen. Hoe dat gaat, zie je in de volgende fragmenten. Natuurkundige wetten kun je gebruiken om te berekenen op welke afstand een kogel is afgeschoten, want de indringdiepte houdt verband met de energie van de kogel bij inslag. Bloed werkt als katalysator in de chemische reactie tussen luminol en waterstofperoxide. Daarmee kun je onzichtbare bloedsporen aantonen. Vingerafdrukken van mogelijke daders blijven achter doordat zweet, zouten en vetten zich ophopen in papillairlijnen. De grond aan de schoenzolen kan aanwijzingen geven over de locatie waar het slachtoffer gelopen heeft. In de vijfde klas heb je de volgende onderwerpen. We beginnen met de relativiteitstheorie van Einstein, gevolgd door klimaatverandering en daarna de coronacrisis. Het eerste onderwerp heb ik erin gestopt omdat het behoorlijk tot de verbeelding spreekt. Er gebeuren best wel rare dingen en leren ons best wel veel over de wereld. En daardoor vinden heel veel mensen het spannend. Het staat de boek als moeilijk, maar je hebt er eigenlijk vooral derde klas voorkennis voor nodig. Denk bijvoorbeeld na over, ja, kun je jezelf zien in een spiegel? Dan moet er licht van je oog naar de spiegel gaan. Als je dan in een trein zit die met de lichtsnelheid gaat, ja, kun je jezelf dan nog wel zien? Ja, dat blijkt te zijn, maar ja, de lichtsnelheid in 1 seconde 8 keer de wereld rond, die is ook een soort snelheidslimiet. Dus dat blijkt alleen maar te kunnen als de trein krimpt en tijd ten opzichte van het perron wat trager in de trein zou gaan. Dat betekent dat je minder snel oud wordt dan mensen op het perron. Rare effect allemaal. Het tweede onderwerp is klimaatverandering. De crisis waar we nu in zitten. Je weet waarschijnlijk dat wij sinds 1900 behoorlijk wat fossiele brandstof aan het verbranden zijn. Daardoor hebben we een heel veel mooier leven gekregen. Maar dat betekent ook dat er heel veel CO2 en andere gerelateerde stoffen in de atmosfeer zijn gebracht. Waardoor de temperatuur is gestegen. Ja, en dat heeft gevolgen. En de wereldleiders die houden vooral klimaattoppen waar er helaas nog te weinig gebeurt. Er gebeurt wel wat, maar te weinig. En als je daar vragen over wil beantwoorden, dan is het handig als je ook experimenten kunt doen. En dat is een beetje lastig, want je kunt niet zeggen, goh, we gaan de zon het hard laten schijnen. Want hoe doe je dat? Dus dat betekent dat we een model maken, een rekenmodelletje. En met 1 formule, namelijk dat als jij een temperatuur hebt dat je straalt, nou dat kun je zelf voelen als je je handen dicht bij je gezicht houdt. Nou voel je dat het een beetje warm is. Nou dat doet de zon ook en de aarde ook. En na 4 regels hebben we de temperatuur van boven de atmosfeer. Dat is koud, maar ja, je weet ook dat er een atmosfeer is. En als je dan rekent, dan kom je uit op een temperatuur van 15 graden Celsius. Dit ziet er misschien ingewikkeld uit, maar dit is 5 keer dezelfde formule toegepast. En aan dit zo'n model kun je vragen stellen. Kun je kijken, wat moeten we nou het beste doen? Moeten we alle daken wit schilderen? Of moeten we het CO2 uit de lucht halen? Hoe gaan we dit aanpakken? Als laatste bij klimaatverandering, namelijk je gaat wetenschappelijke bronnen tot je nemen. Je gaat je in een onderwerp verdiepen. Deze mensen hebben gekeken naar wat doet nou de gemeente eraan aan klimaatbeleid. En die zijn daar mensen gaan interviewen. Je krijgt in de 5e klas namelijk ook een profielwerkstuk waar je aan moet beginnen. 6e klas, dan moet je weten wat wetenschappelijke bronnen zijn. Hoe verdiep je je nou ergens in? Nou, dat doen wij aan de 5e klas. Dit jaar heb ik er een artikel van gemaakt. Want ja, samenwerkingsopdrachten zijn nu wat lastiger met afstandsonderwijs. Want er is een coronacrisis, het laatste onderwerp van de 5e klas. Ik probeer in te gaan op de actualiteit en nu met een heel onderwerp. Bedenk dat je normaal voor een onderwerp zo 12 lessen hebt. En ja, wij hebben er wel 30 per onderwerp, soms wel meer. En dan kunnen we vragen stellen, ja, waardoor verrast dit virus ons nou? Waarom hebben we niet geleerd? Het is toch al wel wat vaker gebeurd. Misschien ken je het verhaal van het Chinese schaakbord. Degene die het schaakspel uitvond voor een Oosterse koning, die liet zich betalen met rijstkorrels. En elk vakje moesten de rijstkorrels verdubbelen.
En die koning dacht, nou, dat is een mooie deal. Maar ja, dit is hetzelfde als met het aantal besmettingen. Als jij steeds één iemand besmet twee anderen, dan krijg je verdubbelingen die niet je gevoel volgen. Op een gegeven moment past die rijstcilinder, die rijstkoker, die past helemaal niet meer in het lokaal. Dus we zijn nu inmiddels na een aantal verdubbelingen zo hoog als een basketbalwol. En na een verdubbeling of 26 zitten we al ter hoogte van de Eiffeltoren. Dit loopt gigantisch uit de hand. Het enige voordeel ervan is, ja, inmiddels zitten we tot de maan in het International Space Station. Het enige voordeel van is dat als jij minder dan één iemand besmet, dat je ook exponentiële afname kan krijgen. En dat gaat net zo rap naar beneden als dit omhoog gaat. Dan moet je wel allerlei maatregelen nemen die misschien wat minder leuk zijn. Nou, daar leer je over. En waardoor verspreidt de een nou meer dan het ander? Zijn mondkapjes nuttig? Jazeker, dat zijn ze. Maar waardoor is dat? Dat is ook niet intuïtief. En waardoor hoeven jullie niet zoveel maatregelen te nemen? En ouderen worden veel harder geraakt. Hoe zit het in de toekomst? Hè? Gaat het nog een keer gebeuren? Nou, kort antwoord is ja. Maar kunnen we dan de wereld daar beter op aanpassen? Wat moeten we dan doen? Wat kunnen we het beste doen? Dat gaan we beantwoorden in de vijfde klas. In de zesde klas, dan krijg je les van meneer Koch. En krijg je twee onderwerpen, van molecuul tot medicijn en hart en vaten. Dit keer maar twee, want het is een examenjaar. Dan laten we meneer Koch even over aan het woord. Je hebt net al iets gehoord over wat NLT inhoudt in VWO 4 en 5. En ik zal je even wat vertellen over wat we in VWO 6 gaan doen. De eerste module die we gaan doen is de module molecuul tot medicijn. Je leert daar hoe een molecuul wordt ontwikkeld op een chemische manier en uiteindelijk in de winkel komt om patiënten te genezen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel biologische en natuurkundige mechanismes die belangrijk zijn om te begrijpen. En ook daar gaan we diep op in. We kijken daar natuurlijk voor naar allerlei verschillende mensen. Maar we moeten ook kijken naar wat er op DNA-niveau gebeurt. Of ergens in je lichaam. Want heel diep in je lichaam zitten moleculen die we moeten aan- en uitzetten. Maar op welke wijze je dat moet doen, dat gaan we in deze module uitpuzzelen. Uiteindelijk lukt het je om een mooi medicijn te vinden en die op onderdelen aan te passen. Maar voordat die dan veilig bevonden is, duurt het nog een hele tijd voordat die uiteindelijk in de winkel ligt. Je gaat zelf een aantal practica doen en natuurlijk ook literatuur bestuderen om uiteindelijk zelf te snappen hoe het functioneert. Maar dat komt allemaal later aan bod. De andere NLT-module die we gaan doen is de module hart en vaten. Bij hart en vaten leer je wat er gebeurt als iemand opeens helemaal niet lekker wordt en een hartstilstand krijgt en daar hulp bij nodig heeft. Waarschijnlijk weet je helemaal niet wat je moet doen als iemand opeens onwel wordt. En dat kan een heel onzeker gevoel geven. Daarom krijg je in onze lessen een duidelijke reanimatietraining. Yes, 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 yes. Let's go, again, come on. Round two. Come on, Harry! Where are you going? Oh, come on. Daar krijgt het verhaal opeens een hele andere wending. Weet jij wat je doen moet? Zorg dat het noodnummer is gebeld. Roden helemaal van het blauwe plastic af. Schok geadviseerd. Raak de patiënt niet aan. Druk op de rode knipperende knop schok toegediend. Dat was de praktische kant van het eerste hulpverlenen. Maar we gaan natuurlijk ook kijken naar de natuurkundige kant. Bijvoorbeeld, hoe werkt het hart als pomp en op welke manier kan je een bloeddruk opbouwen? Scheikundig kijken we naar de verschillende reacties die plaats kunnen vinden en die een effect hebben op de werking van het hart. En we gaan natuurlijk de biologische kant verder bekijken. Goed, je hebt nu gehoord wat er in 3 jaar allemaal op je afkomt. En je moet best bedenken dat dit geen appeltje eitje is. Dit is best wel wat werk. We hebben ook veel tijd per onderwerp. Ja, alleen maar achterover zitten is het ook weer niet. En voor docenten is het ook wel werk. Inspelen op de realiteit. En je aanpassen elke keer weer aan nieuwe ontwikkelingen. Wat bij NLT het geval is. Dat kost ons ook wat. Maar dat levert ook afwisseling op. Dus wanneer moet je dit wel kiezen? Als je meer kennis wil dan anderen, ja, dan moet je het kiezen. Als je meer beta-onderwijs wil dan gemiddeld, dan is hier je kans. En zoals gezegd, we hebben meer tijd. Dus bij andere vakken heb je de tijd niet om op sommige onderwerpen in te gaan. En wij hebben die wel. Nou, wanneer moet je het niet doen? Ja, als je geen interesse hebt voor beta-vakken, dan niet. Maar ja, goed, dan zat je hier niet bij deze voorlichting. Soms zul je wat bij moeten kunnen leren. Ja, als jij geen biologie hebt, dan
begin je met een andere achterstand ten opzichte van je medeleerlingen. Dat weten wij wel. Dus in de zesde klas, dan praten we die 2 jaar biologie wel een klein beetje bij. Of we gaan iets langzamer, of je krijgt extra uitleg. En hetzelfde is voor natuurkunde. Is het handig als je het andere vak wel hebt? Jawel, maar het is niet noodzakelijk dat je alle vakken bij elkaar hebt. Nou, je zult ook wat eigen initiatief moeten hebben. En bedenk dus dat je wel wat zult moeten doen. Als jij denkt om een vak te ontsnappen, een soort negatieve motivatie van ik heb geen zin in natuurkunde of biologie, dus geef dan maar NLT. Ja, dan is dit waarschijnlijk niet voor je. Kies dit als je extra beter onderwijs wil. Moet je goed bedenken dat als je kijkt naar vervolgstudies, dat bijna geen enkele studie NLT op het lijstje zou hebben. Ze willen wel dat je natuurkunde hebt of biologie, maar NLT staat er niet. Waar ligt dat aan? Nou, niet iedere school heeft NLT. En niet elke school kiest hetzelfde onderwerp. Dus een vervolgstudie, ja, weet niet wat jij gehad hebt als je NLT hebt. Dus daarom staat dat er niet op. Bedenk wel dat je een voorsprong hebt ten opzichte van anderen. Maar als jij denkt, ja, ik wil bepaalde vervolgstudies kunnen doen, dan heb je wellicht net wat meer aan biologie kiezen of natuurkunde kiezen, dan als je alleen maar NLT kiest. Ik zou zeggen, kies biologie en NLT of natuurkunde en NLT. Of zelfs biologie, natuurkunde en NLT. Dat kan. Wordt je rooster wel wat drukker. En zul je misschien af en toe wat flexibiliteit moeten kunnen tonen. Denk dat dus wel. Dat NLT een iets andere status heeft. Wil je extra beter onderwijs? Kies NLT. Zo simpel is het. Nou, dank voor jullie aandacht. En succes met je keuze.